Ja, inmiddels inbound Innocent Boulevard oostelijke richting gaat mogelijk om Max van Bakkershoven. Hey, deze video begint met een leuk evenement. Je rent met z'n allen in een grote ruimte. En daar rennen een paar, ja wat zijn het, monsters. En die rennen met tasers om jou neer te taseren. Ben je getaserd, dan ben je af. En ik was nog net op tijd om één ronde mee te mogen doen. Maar voordat de video begint, doe dit even abonneren. We zitten bijna op de 120k. En like ook zeker eventjes. We gebruiken nog steeds het Facebook duimpje. En veel plezier met kijken. Doei. Als jullie nog willen, mogen jullie nu gaan. Echt? Okay. Max, ik ga je pakken. Marcus. Nee. Oké, jongens. Ik ben net niet te laat voor het evenement. Ik moet toch gewoon schuil houden voor de, weet ik wat, de gekke mensen die er lopen. Dat is het hele doel. Oh mijn god, wat doe ik? Ik klik weer op mijn aanspier. Waarom volg... Ga weg. Ja, wacht, hier zit je. Heb ik honing aan mijn reet of zo? Heb ik honing aan mijn reet of zo? Dat als hier, ja? Ja. Hallo, meneer. We gaan jouw plek verraden. Dat is Bert. Is dat Bert? Hey Bert! Yo. Je hebt andere haar, maar ik ken je... Oh mijn god. Yeah. Als ik naar beneden val, ik echt boos. Nee, oh, nee, is, nee. Hey, hey, hey. Nee! Lekker voor je! Wie is er gevallen? Nee. Waar mag je wel niet zijn? Hebben ze wat voor wapens hebben ze? Een aap daar bovenop en een snijper. Oh! 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 Help! Ben ik nu af? Nee, hè? Je bent niet af. Echt? Ik ben nog niet af. Ik ben nog niet af. Hij is af. We hebben ons kom aan gedaan. Ja, dat vind ik jammer. Zou we af zijn. Dit vind ik jammer. Je zou we af zijn. Kom, we gaan. Oh! Lekker voor je toes. Ik ga zitten op je gezicht. Oh! Ik kan van jullie gepakt worden nu. Ik ben letterlijk al in de eerste paar seconden af. Kut spel. Helemaal kut. Niks aan. Nou moet je zo goed luisteren. Nou, zeg het eens. Ik ga echt zitten op je dikke vinger. Nee, dat is raar. Marcus. Ik krijg nog 10k voor jou. Hey Marcus. Hey, ik krijg nog 10.000 euro voor jou, Toos. Ik kan nog meedoen. Het is afgelopen. Echt? Ja. Hey joh. Ja, lekker voor je. Nee! Ja, hou je bek. Blijf van Marcus af. Hier, pak hem. Pak hem, Toos. Blijf van Marcus af. Pak hem, Toos. Oh, nou, jezus, wat een licht. Oh, ik wacht buiten. Wat dan? Is het te fel hier voor jou? Het is echt heel erg fel. Ja? Jongens, ik zie niks. Ja, sorry voor alle oogjes. Marcus, ik weet niet of je tijd hebt om te kijken. Ja, ik maar zie ik het. Zie gewoon niks. Ik zie het. Hoe kan dat? Och, jeetje, mina zeg. Ik kan weer kijken. Ja, alsof ik in de hemel was. Ja, het is bijna zover, hè? Hoezo? Nou ja, je leeftijd. Hoezo? Ik word bijna 97. Ja, daarom. Het is bijna zover, bijna de hemel. Ja, hij wil me weer niet hebben. Daar ben je. Verdomme. Oh. Nee! Oh. Nu moet je weer naar de hemel. Nu moet je weer naar het ziekenhuis houden. Ik ga vast. Au, mijn neus. Verdomme. Nou, stop nou. Nee, nou. Stap in. Je bent zo gemeen. Stap nou in. Ja, stap nou in. Blijf nou staan. Au. Stap in. Ja, nou. Kom nou! Stap nou in! Och nee, dan moeten we weer naar binnen. Nou, succes! Schrok je? Schrok je, Toos? ja, ik moet heel even eerst wat... Oh, ik moet snel ophangen. Moment! Waar <Nee. laughs> is het groot? Toos! Ja! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh. Nee! Nee, nee, ga me niet terugpakken! Nee! 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 Nee, nee, nee. Oh, maar yes. Hoe kom je er nou uit? Ja, gewoon de deur open doen. Nee, maar stap in. Oké, dan doen we het niet. Ja, stap dan in. Ik jou nog geloven. Nee, stap in, alsjeblieft. Nee! Waarom ga je uitstappen? Ik heb mijn deur op slot! Dat denk ik helemaal niet zo! Hoezo? Je doet hem niet op slot? Ik druk gewoon op het... Nee, ik druk gewoon het kinderslot te lopen! Nee! Stap in, ik doe het niet meer, ik beloof het! Ik beloof het! Ik beloof het! Nee, ik beloof het! Ah! Nee! Wacht even! We gaan met de trein, Toos! Och, jezus! Wij gaan met de trein! Volgens mij kan je daar checken hoe laat ze gaan. Ik zal even kijken. Nee, ik bedoel juist hier. Oh! Of aan de andere kant. Check jij de andere kant? Check ik deze kant. Ja! Nee, dit is kutautomaten. Nee, 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 wat doe ik? Oh mijn god. Oh,
Oh mijn god, ik viel, dat was veel te hoog. Dat was hoger dan je dacht, hè? Ja, ik sprok echt heel erg. Ik sprok echt heel erg. Dat was echt veel hoger dan ik dacht. Je springt gewoon naar beneden. Ja, ik denk, dat is helemaal niet zo hoog, weet je. Oh, ik schrok echt heel erg. Oh, ik moet weer die hemel naar binnen. Mijn derde doodservaring. Au! Maar je hebt toch helemaal geen eigen pijn? Jawel, mijn hoofd. Ik viel van de trap af. Oh mijn god. Ik word gebeld door Bjorn. Hallo, je spreekt met Makkus. Je spreekt met de o zo geweldige agent BG. Zijn voicemail, spreek wat in naar de piep. Kut, joh. Piep. Verdomme. Hoe is het nou? Dat was serieus je voicemail? Ik bedoel, piep. Ja, ik hoorde dat weer een VTA naar me open stond. Echt? Oh, ja. Dat weet ik niet. Maar wat doe je? Dat komt door de telefoon. Ja, nee, ja, ik verveel me. Ik ben in dienst, maar dat is gepakt. Oh! Nee, dan moeten we weer naar het ziekenhuis. Sorry, ik ben tegen de paal. Je kan echt ook helemaal niks. Het is al de tweede keer dat je tegen zo'n paaltje aanrijdt. Dat heb ik dus nooit eigenlijk. Verdomme zeg. Ze moeten jou aanmelden voor een EMG-cursus. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, is die weer vervelend? Ja, maar Toos zit al de hele tijd te kutten tijdens het rijden. Oh ja, geef mij maar weer de schuld. Ja, ik ben nu weer naar het ziekenhuis opnieuw aan het gaan. Oh, maar hij zit ja, want ik heb geen rijbewijs. Ja, hij zit de hele tijd aan mijn stuur te trekken en zo. Geef mij maar weer de schuld. Ja, alleen een zwam dat je er bent. Al zijn zeker. Waarom kan ik niet een pion omrijden? Dit is een pion met cement erin, Marcus. Waarom kan ik niet een pion? Ik denk ik neem een pionnetje mee. Nee, dit zijn cementpionnen. Dat snap je toch? Oh mijn god. Waarom zijn die pionnen zo... De auto is stuk. Echt? Ik ben er helemaal klaar mee. Heb je een taxi nodig of niet? Heb je een lift nodig? Nee, want jij gaat me aanhouden, lul. Nee. Oh ja, kut, je hebt een VTA natuurlijk. Oké, als je me belooft dat je me niet aanhoudt. Toosje gaat trouwens een auto stelen bij Blokkenpark bij die constructie. Echt? Gaat Toos nu een auto stelen? Ja, hij pakt er nu een. Hij heeft er nu één gestolen. Hij trekt nu een vrouw uit de auto. Ik trek wel de tijd. Toos, wacht er even. Kom, we duwen hem eerst even naar de dinges. Nee. Jawel, kom. Nee. Hoezo niet? Hij moet even, anders krijg ik een voertuig, Frank. Maar jullie zijn nu bij Blokkenpark? Ja, bij die constructieplek, weet je? Bij tussen Roy Garage en Blokkenpark heen. Oh, oké. Okay. Ik steek je dood, Marcus. Hij zegt nu dat hij me doodsteekt. Hij bedreigt me nu. Ja, mijn collega drinkt een beetje. Die rijdt compleet verkeerd. Oh, maar jullie gaan mij niet aanhouden, hè? Ik pak nu de auto die Toos heeft. Mijn collega wordt nu al helemaal gek. Oké, ik laat een spoor achter waar je mij kan vinden. Je hebt mijn auto zo meteen gevonden. Hé, hey, hier staat je auto. Ja, maar waar ben ik? Oeh, spannend. Doe je licht eens uit en aan. Doe je licht eens uit en aan. Doe eens knipperen, collega. Ja, dat zie je mij. Oké. Ik denk dat jullie ergens op een gebouw staan. Misschien. Ik toeteren. Zijn we nu warm of koud? We gaan nu dan wel goede kant op. Rij naar de impound, want we moeten vluchten hè, als ze er al bij ons zijn. Ik ga nu linksaf. Linksaf? Ja, nu ben ik uit je zicht. Ik sta nu bij 501. 501. Ik ga nu over de kruispunt. Ik zie er in die 501. Ik ga nu linksaf. Hé, maat. Hij loopt echt deze man. Wacht, maat, je bent echt aan het kutten. Nee. Jawel. We zijn nu niet bij mijn auto. Voorbij mijn auto. Voorbij je auto? Huh? We staan nu naast mijn auto stil. Als je auto stil? Ja, bij het stoplicht staan we stil, bij mijn auto. Deze lelijke auto hier? Nee, dit zijn... Hè? Je zit hier gewoon ergens op het paupergebouw. Zit je gewoon. Nee. Zit hier niet hier op die bouwplaats? Nee, we zitten. Nee. We zijn net langs jullie gereden. Nee, ik geloof. Nee, we zijn echt langs jullie gereden. Wat voor auto rijden dan? Dat ga ik niet zeggen. Met vier wielen. Vier wielen. Bij Blokkenpark. Je zit er gewoon ergens op een dak te campen of zo. Nee. Ja, tuurlijk. Sowieso. Rij je de boot erin op. Oh. Hé, die. Die grijze auto, er kwam een zwarte auto uit de steen. Nee, dat is niet. Ja, dat zeker. Jawel. Nee, jawel. Hey, onderrijden. Jawel, jawel. Hier links. Hier rijdt net een zwarte SUV. Lamp uit. Goed zo. Maar waar zijn we nou? Ja, potver. Waar zijn we nou? Kut, drink je weer. Nee, Marcus! Nee, komt goed, Toos. Dit komt goed. We hebben een hele snelle auto. Ja, 42.06. Ja, nee, serieus achtervolging maken. Ik geef je Toos. Is dat goed genoeg? Oh, nee, ik geef je Marcus. Toos! Oh, hij trekt weer aan mijn stuur! Ja, inmiddels impound Innocent Boulevard, oostelijke richting, gaat mogelijk om Marcus van Bakkers over. Oh, Marcus, wat een lul, Marcus! Is mijn beste rijden inmiddels bij
De impound gaan daar rechtsaf richting de Roy Lowenstein Boulevard over. Ik denk dat hij zit te kloot. Ik denk dat hij gewoon tegen de telefoon op praat is. Ja, positief gekoppeld over. Oh, kut. Nee, nog steeds. Wat als ik jullie toast geef? Ja, we rijden inmiddels McDonald's Street, vlak bij de oude brandkazerne over. Wat als ik jullie toast geef? Ik weet niet hoe je dat wilt doen dan. Zo, Max, vraag eens of Bjorn een goede tandartsverzekering heeft. Heb je een goede tandartsverzekering, Bjorn? Ik heb ook een goede polis all-in. Ja? Ja. Ja, want soms sla ik al zijn tanden eruit. We hebben een stopteken gekregen. Oh ja. Misschien moeten we stoppen. Ik kan het nog niet op. Ik ga wel even opvangen, Max. Dan kan ik even... Nee, dat is nergens voor nodig. Nee, want dit is niet serieus, toch? Wat we hier doen. Dit is een oefening. Dit is een oefening. Zou je een keer iemand die achteruit rijdt, weet je? Dan heb je Max, weer een, de auto begint te roken. Ja, dat komt wel goed. Kom, we pakken een andere auto. Nou, pak even een andere auto, is dat goed? Pak die motor nou, nu naar voren, nu naar voren! Nee, niet garanderen dat je meer smoelwerk op de grond ligt. Nee, we pakken gewoon even een andere auto. Nee, Henkie is niet thuis! Die doos. Blijven, nee! We stappen bij hem in! Help! Meneer! Meneer! Blijf staan! Meneer! Als hij me hoort! Meneer, als hij me hoort! Oké! Ja, rijden! Nee! Dank u wel, meneer! Nee! Dank u wel, meneer! Maat, er rent hier echt een fucking skinhead gewoon achter. Dankjewel, meneer. Rijden. Oké, okay, ja. Waar zijn jullie? Gewoon verdwijnen. Nee. Ik ga nu wel opvangen. Dankjewel. Ja, waarom ga je... dankjewel, meneer. Je moet wel snel ergens anders heen. Een rustige plek. Waar moeten we naartoe? Rij naar links. Weg van hier. dit is echt de slechtste ontsnapping ooit. Oprecht. Met wie zit ik in de auto? Snissen en Ben. Hey, Marcus, ja? Kom naar diezelfde plek langsrijden. Ik mag gewoon gaan. Echt? Nee, dat vertrouw ik niet. Nee, ik zweer het op mijn hele Nee, dit kapsel. Vertrouw ik niet, Toos. Ja, jouw kapsel Marcus, kan ik helemaal niet vertrouwen. Marcus, Oké, waar zijn jullie? Dan kom ik naar jou toe. Kom maar naar Mouwe Zone. Waar is dat? Oh, dat café. Ja, dat café. Die shisha bar, oké? Okay? Ik zie je daar. Ja. Zo'n schreeuwende man die van de straat naar jullie auto rent. Zegt, blijf staan. Wat ging er in jullie om? Dat jullie ook echt daadwerkelijk bij in laten stappen. Een wildvreemde man. Ik ben jullie enorm dankbaar, jongens. Dank jullie wel, jongens. Ik ben jullie enorm dankbaar. Joejoe. Nou, Toos. Weet je zeker dat jij gaat rijden? Ik ga rijden. Oké, nou, ik vertrouw dat... Nee, jij gaat rijden. Oké. Nee, ik ga rijden. Oh, Toos. Hey, we zijn wel weggekomen, althans ik ben wel weggekomen. Ja, ik ook. Ik mocht gewoon gaan. Oh, ik word gebeld. Hallo? Hey, Bjorn. Hey. Hey. Ik, ben je kwijt? Ja, ik merk het. Jammer, ging zo goed. Ja, het was zo'n leuke oefening. Maar ja, we konden het helaas niet afronden. Ik deed zo mijn best met achteruit rijden, maar... Ja, maar maat, ik kan echt wel janken hoe jij bent ontkomen.